Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor. Nou, nu wij niet meer praten, nou ja, eigenlijk is het wel zo. We beginnen vaak een gesprek, maar worden dan al snel gestoord door de kids, de telefoon of de bel. En stellen zo vaak keuzes uit. We hebben te weinig tijd voor elkaar. Druk op werk, 3 kids, een hond en veel vrienden en familie. Maar in een relatie, Kim, moet je blijven praten. Dat is heel belangrijk. En daarom bespreken we elke 2 weken in een klein uurtje de belangrijkste keuzes, familiezaken. Kibbelen we wat af, maar uiteraard mag er ook gelachen worden. Precies, Jaap. Dit is Nu Wij Niet Meer Praten, de podcast. Ja, Kim. Hallo, grüß Gott. Ach, Jaap, je kent hem maar in Duits. Jij wel, want jij komt uit Twente. En als je uit Twente komt, dan kan je altijd een beetje Duits. Oh, yeah. Want dan, nee, dat is zo. Dat is een beetje, jij scheert iedereen over één kamp. Nee, maar het is half Duits wel bijna. Nou ja, wel als je uit Twente komt waar ik vandaan kom. Want dan zit je echt heel erg aan de Duitse grens. Volgens mij zijn we wel eens op de trein gestapt bij Bad Bentheim. Ja. Naar Berlijn. Ja. En dat was 10 minuten rijden, denk ik. Ja, nee, ja, maar ik woonde echt in Glanenbrug toen ik ben geboren nog, zeg maar daar. Echt aan de grens. Dat was echt een paar wat ging seconden. Je dan in Duitsland? Ging je dan ook nog wel bepaalde boodschappen en tanken en dat soort? Ja, tanken vroeger inderdaad werd wel eens gedaan. Ja, maar er waren ook echt files, joh, was dat meestal. En bepaalde snoepjes of zo die je dan daar had en hier niet. Of bepaalde beautyproducten of weet ik veel wat. Ja, dat is wel grappig. In Duitsland had je dan weer andere dingen dan in Nederland. Nu is dat allemaal wel iets meer via online. In de Lidl, ja. Nee, maar nu is denk ik wat makkelijker. Maar alsnog echt hoeveel Duitsers in Nederland op zaterdag op de markt staan. Ik heb het idee dat ze geen markt hebben in Duitsland. En ze komen allemaal meubels kopen. Jouw vader had natuurlijk ooit een meubelzaak. Ja. En jouw neven nog steeds. Die komen allemaal bij Kutter. Ja, en dat zijn wel heel veel Duitse klanten. Ze hebben ook eigenlijk een Duitse website ook. Zo, hebben ze geen smaak. Mag ik wel zeggen toch? Ja, is wel een beetje. Nou ja, als je alleen naar de grens overgaat. Die gebouwen zijn toch allemaal al gewoon lelijk en de wegen. Maar goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Want we hebben een hele andere aflevering. En ik was zelf nogal voor deze aflevering. Want dit is een onderwerp wat iets tussen ons in staat. Niet in staat, maar wel. Nou ja, daar zitten verschillen in onze opvoeding. Maar ook verschillen in. Nou ja, ik snap nog steeds niet hoe het zit. Dus ik ga het even benoemen. We gaan het hebben vandaag over de korpsbal versus het dorpsmeisje. Fout. Je gaat al fout. Het is niet korps. Het is het koor. Het is het keur ook wel. Ja, maar dat schrijf je dus niet als koor. Ja, je schrijft het C-O-R-P-S. Ja. Maar het is het koor. Het is niet een korps. Dus, waarom? Dat is de standaard fout. Ja, maar dan denk je het koor. Dan denk ik aan een zangkoor. In jouw geval dacht ik, jij hebt vroeger bij een zangkoor gezeten. Had jij er ooit überhaupt van gehoord? Voordat je mij, toch? Je had toch wel koorballen, wist je toch wel? Een koorbal? Ja, maar toen wist ik nog niet hoe ik het schreef. Nee. En het was. Ik kom uit Twente, zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al weten en horen. Nou is dat niet gezegd dat je dan niet bij het koor kan zitten. Maar het is niet zo vanzelfsprekend. In mijn omgeving studeerden überhaupt heel weinig mensen aan de universiteit. Ik was een van de eerste lichtingen bij mijn familie die überhaupt naar de universiteit ging. En een ontgroening, dat vond men allemaal eng, omdat het allemaal in de krant stond. Maar verder wist ik echt helemaal niks. Ik wist niet van een verenigingsleven. Ik wist helemaal niks. Toch uiteindelijk wel iets van een soort. Ja. Wat was dat ook alweer? Ik vond het vreselijk. Tilburg? Toen in Tilburg, zat je toch bij een soort. Bij de CUP. Ik zat wel bij de CUP. Dat was toen de Katholieke Universiteit Brabant. En daarvoor heette het de Katholieke Universiteit Tilburg. Maar die afkorting, dat ging natuurlijk niet meer. Helemaal niet in combinatie met mijn achternaam. Ja. Maar dat werd de CUP. Inmiddels is het ook veranderd. Dat heet niet meer zo. Het is nu maar dat was naam. Gewoon een vereniging vanuit de studie? Een soort. Inderdaad. Maar ik wist veel. Kijk, met de kennis wat ik nu heb, denk ik, misschien was het handig geweest als ik het wel had gedaan. Want het heeft wel bepaalde. Nou ja, het daarom opent wel bepaalde het deuren. Ook wel. Want we gaan natuurlijk. Dit zijn. Nu wij niet meer praten, de podcast gaat over familiezaken. Familiezaken. Ja. En vooral ook over de kinderen. Ja. En we zijn goed op weg om onze kinderen echt diehard kakkers te maken. Want ze zitten op de allergrootste kakschool. En Muk is net gaan hockeyen. Ja. Dus dat gaat allemaal heel goed. Ik klink trouwens vandaag extra als een koorbal. Want we hebben het afgelopen weekend een feestje gehad. We zijn nog steeds brak. Van mijn zusje met heel veel koorballen trouwens. En dan klink je zo. Dit is eigenlijk hoe ik mijn hele studententijd. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb laatst wat mailtjes teruggelezen uit die tijd. Die ik met Sander aan Sander stuurde en zo naar de club. Dan ga ik je zo uitleggen hoe dat allemaal werkt.
En dat is, en dan hoor ik mezelf, hoor ik dat zeggen. Nee, maar weet je wat het is? Alleen maar zo. Ik heb laatst toevallig... Verschrikkelijk. We zaten in de auto en Muk zei tegen mijn mama... Kun je het liedje er eens op zetten? Dat willen ze altijd op Spotify liedjes luisteren. Van wat papa heeft geschreven over de grachten. Dus ik dacht, nu wij niet meer praten of zo. Nee. Het was Rotterdam-Rotstad. Ja, hij dacht Rotterdam, dat het Amsterdam Rotstad was. Heb ik inderdaad in mijn zin. Maar ook Rotterdam daar gezongen. Zing jij bepaalde ja. dingen. Dat ik ja. echt denk, jij zingt echt als een student. Ja, ik zo echt zware student. En het ergste vond ik... Als je dat terug, als je daar over nadenkt weer, dat je dan als student zat je dan bijvoorbeeld, gingen we naar Utrecht, mm-hmm. student naar Rotterdam. En dan mocht je wel naar Utrecht komen dan? Ja, nee, tuurlijk. Dat was de alle corporaties dus in Utrecht en Amsterdam en in Wagingen zit er een die telt niet mee, want dit is dan. Wacht even, oké. Nee, maar het gaat nu al te moeilijk. Oké. Je hebt dan. Luister terug. Oké. Je hebt dus een koor, maar je hebt in ieder stad heb je dus een ander koor. Ja, maar wacht, ik ga het je vertellen, maar ik ga nog heel veel vertellen, want anders ga ik dit kwijtraken. Dus je gaat naar Utrecht, ik ga het je vertellen, en dan kom je dus terug. Dan pak je de eerste trein terug. Dan zit je dus met allemaal mensen die aan het werk zijn, zit je in die trein. Maar ja, jij bent nog knetterlam. Ja. En je zit met je andere vrienden. En dan ga je dus daar keihard in zo'n wagon, met gewoon werkende en ook kinderen erbij, ga je dus nog de avond herbeleven. En dat is met alles erop en eraan. Dat is, als je daarover terugdenkt, hoe ik er ook uitzag, helemaal goor naar bier stinkend. En dan, gozer, heb je nog geneukt? Echt dat, echt die verhalen in zo'n trein. Waar kinderen om bij zaten. Om 7 uur, sorry, heel gênant. Echt heel gênant. Maar je doet gewoon mee, dat gaat gewoon zo. Maar, ik ga het je even uitleggen. Joh, ik zou er nooit op vallen. Waarom, je bent toch op me gevallen. Toen niet. Nee, het was wel, Nee. Lid ben je voor het leven. My god, dat is dit gaat. Alleen al. Dat is hoe het gaat. Jee. Nee, het is achteraf, ik ga het je ook vertellen wat ik er achteraf van vond. Want ik vind het eigenlijk wel heel leuk, maar ik heb ook wel, er zijn ook wel mindere kanten aan. Maar je hebt dus, het koor is gewoon, daar gaan alle echte kakkers heen. Dus ja, ook maar gewoon even, een studentenvereniging. Okay. Nee, ik ga het je uitleggen. Je moet luister in het begin. Zijn het alleen maar universitair geschoolde mensen? Nee, ik vertel je, het is HBO en universitair. Ja. Anders kun je daar niet komen. Maar volgens mij kan je dat ook niet bij die andere verenigingen. Nee, mocht je niet eens HBO zijn bij ons. Was het gewoon universiteit. Maar dat was echt vanuit universiteit. Bij het koor is het HBO of universitair. Ik denk dat het vroeger alleen universitair was. Ja. Dus op een gegeven moment dachten we... Want weet je, het raakt natuurlijk wel een beetje uit de gratie. Want mensen vinden het... Het komt heel veel nu in het nieuws met al die ontgroeningstaferelen en gezeik. En alles wordt gefilmd. En het is minder... Het wordt denk ik minder wel sexy. Met het jaar minder... Sexy, weet ik eigenlijk niet hoor. Misschien zeg ik wel iets wat helemaal niet klopt. Maar bij mij was dat wel zo. Dat er steeds iets minder aanmeldingen waren. Toen zijn ze op een gegeven moment allemaal gemengd gegaan. Want je hebt dus ook... Ik zat bij een ongemengde studentenvereniging. Dus heb je alleen maar mannen. Nou, daar is dus geen fuck aan. Dan denk je, is helemaal niet handig. Want je wil juist, waarom ga je studeren en ga je naar feestjes? Omdat je achter de meisjes aan wil en andersom. Dus dat hebben ze nu dan gelukkig gemengd. Maar oké, jij zegt, je gaat echt over bepaalde dingen. Je lid worden. Ja. Hoe kan je lid worden? Nou, dus je hebt dus in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Leiden, Delft. Ik vergeet er vast heen. Nou, je hebt een aantal... Niet in Enschede. Corpora. Niet in Enschede. Nee, in Enschede zit het helemaal niet. Oh. En die zijn, zeg maar, die hebben dan met elkaar, hebben ze bedacht. Wij zijn ooit, zijn we een echte, het elite? Koor. Dat is een soort, dat is een soort van... zoiets. En die hebben dan een soort verbond. Eigenlijk gebeurt er helemaal niet zo heel veel mee. Maar die hebben een soort van afspraken en dingen met elkaar. En die zien elkaar nog wel eens. En dan moet je je aanmelden. En dat kan gewoon als je HBO of universitair. Nee, dat is echt wel heel makkelijk. En dan ga je ontgroening lopen. Wacht even, dus als ik mij had aangemeld, was ik dan aangenomen? Nee, zeker. Want ik heb, je kan, het maakt, stel, jij hebt natuurlijk gewoon, je had VWO gedaan. Ja. Dus kan je gewoon aanmelden en dan ga je ontgroening lopen en dan moet je daar uitzien te komen. Maar er heel veel lui die daar nog nooit van hebben gehoord of die het gokje wagen of wat dan ook, die gaan echt wel, die haken wel op een gegeven moment af. Die denken, tijdens de ontgroening. Hier heb ik niet zo zin in, ja. Want die duurt best wel lang, hè? Nou, die duurde in mijn geval 2 weken. 2? Ja. En dat was ook wel... Ik denk dat het nu ook wel milder is geworden. Want je mag nu zoveel uur slaap krijg je. Dat moet. Er wordt echt op toegekeken. Je krijgt
allemaal vitaminepillen en je moet goed eten. En dat is allemaal wel minder geworden. In Amsterdam is het nog veel meer, want dan heb je ook nog dispuutsontgroening. Ja, precies. Nou, okay, ja, dat hadden wij, een beetje, maar niet zoals in Amsterdam. Oké, maar een koor maakt dus niet uit welke richting van studie je kiest. Maar het is wel grappig dat als ik mensen hoor van het koor, dat die wel weer kinderen zijn van ouders die ook weer bij datzelfde koor tuurlijk. Hebben gezeten. En achteraf. Kijk, is overal hetzelfde koor of heet dat dan daar anders? Nee, dan hier? Dit is dan, nee, dat heet dan wel. Ja, je hebt het Rotterdam Studentenkoor en het Amsterdam Studentenkoor, het ASC. En dan heb je het Utrecht Studentenkoor. Het is allemaal waarom USC. Is dat koor? Ik vind dat het zo spreek je dat toch niet uit? Ja, dat is zo. En ja. En je hebt dan gewoon de sociëteit. Dat is dan de plek waar je afspreekt. Altijd afspreekt. Maar hoeveel mensen zitten bij een koor? Nou, dat weet ik niet. Maar bij ons had je denk ik een lichting van per jaar van een mannetje. Wat waren wij? 300 of zo? Die daar dan... En dan zie, je niet die andere leden van het jaar daarboven? Jawel, want dat zie je. Die gaan jou ontgroenen. Maar oké, dat zijn dan vier jaar ga ik maar even uit... 4 keer 300 zijn echt serieus veel mensen. Maar je leert dus meteen heel veel mensen kennen. Iets van, ja, dus wat je doet, waarom is die ontgroening bedacht? Of nou ja, mijn ouders hebben ook ontgroening gelopen. Die hebben dus bijvoorbeeld, mijn vader is nog kaal geschoren in Leiden. Dat is die beelden dat je van de Soldaat van Oranje. Ja. Daar zie je die beelden in. Dat heeft mijn vader ook gedaan. En dat was echt heftig hoor. Als ik die verhalen hoor. En die moesten ook. Die, ik weet nog wel, vond ik wel een hele mooie. Die moesten op een gegeven moment met dat kale hoofd, volgens mij zijn er foto's van. Moesten ze 3 dagen lang moesten ze alle voetbalvelden knippen met een nagelschaartje met alle gasten. Voor de plaatselijke vereniging. Allemaal van die absurde dingen. Maar dat was dan nog wel relaxed. Wat heeft dat nou voor zin? Ja, gewoon, je gaat omdat je zulke absurde dingen met elkaar doet. Ja. En je maakt iets heftigs mee. Ja. En je zit in een soort modus en dat doe je met elkaar. Dus het is zo'n expeditie Robinson. Je hebt net zoals met mariniers of Robinson. Precies, jij hebt meegedaan aan Expeditie Robinson. Dat is best wel een hele goede vergelijking. Je gaat iets doen wat super kut is even. Je hebt weinig slaap. Je bent met ook tegen elkaar een beetje arilex aan het doen. Dat is dan weer anders bij het koor. Want bij het koor is de bedoeling, bij zo'n ontgroening, dat je juist vrienden voor het een leven band maakt. Bouwt in die 2 weken. Want je hebt iets samen. Je maakt samen iets mee. Okay. Maar dan heb je... Een leider van een andere leerjaar, zeg maar. Of hoe noem je dat? Ja, gewoon iemand die boven jou zit. Ja, boven jou zit. Tweede of derde of maar vierde jaar. Maar die doet alsof die, weet ik veel, wat voor een luitenant is. Luitenant? Nou, nee, maar dat is in elk geval... De bijstand heette dat bij ons, ja. De bijstand, nou, in elk geval best heftig hoe ze met je omgaan. Ja. Maar volgens mij is het ook niet zo cool als je als tweedejaars met een eerstejaars dan omgaat? Of? Nee, dat kan daarna prima. Daarna prima. Maar alleen bij met de ontgroening, dan mag dat niet. Je moet iedereen even een beetje aan relax doen. En ik weet nog wel dat... Ik moest gewoon van boven van het balkon moest ik met een glijbaan naar beneden. Daar stonden nou gewoon 2000 schreeuwende mensen bloed te roepen. Bloed, bloed, bloed. Ja, ja, ja. Welkom in de hel van Rotterdam. Zo. En dat was helemaal kokende. Alleen maar gasten. Hè? En dan moest ik daarin. En dan werd ik aangepakt gewoon. Maar er waren wel regels. Ik bedoel, je werd niet in elkaar geslagen. Ik wil echt niet naar mijn kind. Ik kreeg af en toe doen. Wel een map en dingen. Ja, maar je wordt wel hard gemaakt. En ergens moet ik wel zeggen... Het en is je ouders beetje... vonden dat wel oké dat je ja, daar omdat mijn ouders het allebei hebben meegemaakt. Die vonden dat wel al mijn broers goed. En zussen. Nee, maar dat is dus het hele ding. Je had op een gegeven moment had je zo'n campagne van... laat jongens jongens zijn, weet je dat ja, nog? Ja, van... nee, dat is pas geleden. En bij vrouwen trouwens hetzelfde, bij meisjes. Het is niet zo verkeerd om af en toe eens in je leven even... heel even onder druk te staan. Even iets heftigs mee te maken. Eventjes zo'n band te bouwen. Even niet dat alles vanzelf gaat. En dan, oh, leuk. Ja, vooral niet bij die verwende kakkers natuurlijk dan. En wij hadden niet van die gore dingen. Dus er werden geen eieren in ons hoofd gegooid. En oh, daar had ik daarmee wel. Nee, dat deden al die knorren. De knorrenverenigingen zijn dus alle verenigingen die niet koor zijn. En noemen zij zichzelf ook knorren? Of vind jij dat dan een knor? Omdat, ja, je hoort er niet bij. Ja, het is heel treurig hoe ik het nu allemaal... Zeg, maar als je nu weer een knor ziet en je ziet op de cv binnenkomen... die is van het koor. Ja, we maken dan er wel... een pluspuntje. Nee, zeker niet. Maar we maken er natuurlijk wel grappen over. Dat moet je hele leven lang blijven doen. Maar het is niet... Nee, tuurlijk niet. Oké, maar dan heb je dispuut. En wat is dan dispuut? Nou, en dan heb je nog in alle steden heb je nog een beetje verschillend. Want uiteindelijk moeten we wel even duidelijk zeggen... we willen dus aan het eind van deze rit... ben ik dus benieuwd of onze kinderen dus wel of ik dat of wel wil lid worden van het koor. En daar gaan we nu over. Nou... En dan heb je in Rotterdam heb je dan disputen. In Amsterdam heb je ook disputen. En je hebt ook nog families. En je hebt allemaal maar soorten wat is gradaties. Een dispuut? Ja, dan heb je van in 1 jaar heb je zeg maar 300 in Rotterdam. Dan heb je 300 jongens die zich
aanmelden. En dan worden er dan, weet ik veel, ik noem even wat getallen, ik weet ook niet precies. Ja. 280 worden er uiteindelijk lid, want 20 vallen eraf. En dan heb je allemaal disputen. Dat is dan, ja, dat is dan met een bepaalde naam. En daar kunnen van dat jaar, van allereerstejaars, kunnen er bijvoorbeeld 10 jongens naar dispuut X. Maar dit klinkt een beetje American High School. Ja, het is helemaal dat. Oh, en daar moet je ook voor solliciteren. Nou, daar moet je ook weer ontgroening voor doen. Daar moet je ook voor gevraagd worden. Dus ja, hè? Er worden 10 jongens gevraagd. Gaan ze helemaal heel interessant doen. Kijk, ja, die moeten we hebben en die. Ja, want die past, want die komt uit die familie. Of, ja. Maar wat dus wel grappig is dat eigenlijk... Zat jij dan bij een popiopie dispuut? Tuurlijk, dat denk je dan. Ja, maar zegt iedereen. Tuurlijk, zo bij de shoulders. Maar was jij van tevoren? Ja, want ik weet nog wel, bij de X-Factor. Jij deed mee met de X-Factor. En ik vond het zo erg dat al die spandoeken met shoulders... dacht, jouw vrienden doen dat. En ik dacht dat ze het hadden over jou geen schouders, zeg maar. Geen schouders, nee. Ja, het was echt, maar het heet... Dus jij bent toegelaten waarschijnlijk omdat je geen schouders dat hebt. Dat denk ik, ja. Nee, maar tuurlijk, hallo. Ik ga toch niet voor minder? Doe ik het niet? Nee, maar je had van tevoren al, ik wil daar graag bij. Maar het is wel hoe weet zo, je dat dan? Je weet dat. Omdat je broertjes en zusjes allemaal studeren. Je bent al een paar maar als je keer... de eerste bent en je komt uit Twente, weet je toch niet? Ja, nee, tuurlijk niet. Maar daarom gebeurt dat ook bijna niet. Omdat het allemaal via via is. Je hebt er al van gehoord. Je hebt een intreeweek. Ja, en daar was ik niet aangenomen, God, denk weet je. Die bij ons ook alweer. Nee, tuurlijk wel. Alleen jij had denk ik gewoon na dag 3 van de ontgroening. Omdat jij natuurlijk toch... Ja, jij was wel... Je kwam een gezin met 3 meisjes. Ja? Papa regelde alles voor jullie. Alles was helemaal gewassen even en gestreken denken, door mama. Wie heeft er ook weer stinkend rijk en dakloos gedaan? Wie heeft er ook weer expeditie gedaan? Polcirkel. Ja. Wie had dat ook weer allemaal niet gedaan? Nee, ik. Maar ik denk dat de fysieke dingen had je denk ik wel kunnen doen. Maar het mentale, ook vanuit het idee van... we hebben allemaal je boek gelezen. Ik ook, de helft. Ja. 20 pagina's, bedoel je? In jouw boek staat ook... Je hebt een heftig verleden, ook met pesten en ellende. Ja, nee. Nou, als je daar staat en je wordt zo afgemaakt, maar dat is echt wel heftig. Ik denk dat je dat best wel heftig had. Nou, ik heb dus van de week, daarom werd ik ik kreeg een beetje buikpijn van. Ik hoorde dus van de week van iemand die tijdens die ontgroeningsfase en intro weken van school, misschien universiteit, dat hij van het balkon is afgesprongen. Nee, maar dat gebeurt ook bij mij in het jaar en zo gebeurden er ook allemaal dingen die kunnen dat niet aan. En het is ook ergens is het natuurlijk heel intens. En ergens is het ook wel goed dat er bepaalde regels wel zijn. Want weet je, 20 jaar geleden sliepen ze 1 uur per nacht en kregen ze alleen maar goorvreten en was het echt wel. Ja, ik begrijp ook nog steeds niet waarom je dat. Nou, dat is voor de bonding en dat je wel een andere manier van bonding. Ja, en dat je gewoon wel even wat sterker met elkaar in je schoenen staat maken. En dat je elkaar een beetje af kan, dat je elkaar afzeikt, dat je daar tegen kan. Je wordt weerbaar gemaakt en dat gebeurt bij de defensie of bij militairen natuurlijk ook. Ja. Dat is denk ik net zo. Ik denk dat dat veel zwaarder fysiek is, maar dat zal maar ook. Maar dat is een les in teleurstelling eigenlijk. Ja, maar, het lijkt allemaal wel behoorlijk op elkaar. En waar het bijvoorbeeld ook weer op lijkt, want dat vind ik altijd wel vermoeiend. Dan gaan mensen altijd zo, altijd die haat tegen het koor. Carnaval in Oldenzaal is heel groot, hè? Ja, dat is echt heel veel mensen mega groot. Mensen die hebben altijd het idee dat het is alleen in het zuiden heel groot. In Oldenzaal, je weet niet wat je meemaakt. In heel Twente is carnaval heel groot. Daar heb je Prins Carnaval en de besturen. En die worden allemaal gevraagd. Ja. Dan moet je ook een soort van half een beetje ontgroenen. Ja, ja, ja. Commissies. En dan is dat het een beetje, als is dat een beetje het koor? President bent en zo. Het is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Je zoekt een soort van ding om samen te doen. Om en hadden jullie ook, moesten jullie allemaal hetzelfde ook eruit zien of zo? Tuurlijk, we hadden gewoon zo'n pak aan met een dasje van je dispuut en zo. En bij het carnaval heb je ook, dan heb je speltjes en je bent dan de prins en heb je tooien op. En je moet ook een soort half ontgroening doen, wat ik al zei. Ja. En waarom doe je het ook om, bij carnaval doe je het ook om bedrijvigheid, heel veel connecties, netwerken. Ja, want dat vraag ik me dus vaak af, want het is wel, tegenwoordig, ik denk dat dat door jou komt en door de zelfspodcast misschien. Maar ik krijg dus nu heel veel aanvragen voor deals van echt enorme koorballen, moet ik dus nu zeggen. En dat ze jou ook allemaal kennen, want ze hebben een dispuut gezeten van jou of van dit koor. Tuurlijk, dat zijn... Het is wel een soort netwerkgroepje of zo. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal mensen met goede opleiding en die elkaar ook nog wel een beetje helpen, maar later. Gun je het elkaar nog meer of en zo? En die zitten allemaal natuurlijk bij de Unilevers en weet ik veel, maar die bellen jou voor campagnes. Dus het is heel logisch dat allemaal, dat zijn veel koormeisjes. Maar denk jij dat jij profijt hebt gehad van het feit dat jij bij het koor hebt gezeten en dat je het hebt volgehouden overigens? Nee, want ik kijk, als je afgehaakt was, was je dan uitgelachen?
Nou ja, nee, van de rest van je leven? Toch, nee, ja, in mijn geval misschien een beetje, omdat mijn hele familie dat heeft gedaan. Maar ja, ik heb de Hermes House Band heb ik door, want dat was de band van het koor in Rotterdam. Oh. Daar ben ik ingekomen. Heb ik auditie voor moeten doen. Heb ik een paar jaar gedaan. En daarom heb ik wel veel meer met muziek gedaan dan ik misschien ooit had gedaan. Ja. Ja. Voor mij al heeft het heel veel zin gehad, maar ik heb natuurlijk geen baan of iets gehad. Maar had jij profijt van dat jij bij de shoulder zat? Ik heb nu bijvoorbeeld... Nee. Heb je daar extra meisjes door versierd? Nou nee, ja, gewoon de koormeisjes, ja, maar niet ergens anders. En als je zingt in Hermes House bent, ja, dat is natuurlijk interessant. Dat is leuk. Als studenten bent ding. Okay. Maar ik heb nu natuurlijk met Tony Media en zo hebben we echt wel veel aan de connecties. Want alle mensen die hoog in de boom zitten bij de grote merken, zijn vaak mensen die ik van vroeger ken. Ik snap het nu iets beter, dus dat is helemaal fijn. Zijn er ook bepaalde eigenschappen als je denkt, nou, jij ziet van de buitenkant, ik zie het inmiddels ook al een beetje, van dit is een koorbal of dit is een dorpsmeisje. Nee, noem je een meisje ook een korpsmeisje? Koormeisje. Ja, koormeisje. Koormeisje. Echte koormeisje, die herken je wel vrij snel hoor. Hoe dan? Nou ja, gewoon alleen al als ze gaan praten en... Kijk, vroeger waren het echt altijd meisjes met de capuchontruien en met de clubnaam achterop. En dan club. En dat is tegenwoordig wel best wel veranderd. Maar je hoort het wel heel snel. Je gaat heel bekakt praten. Ik praat nu minder bekakt dan toen. Ik was echt een... Maar jij praat sowieso mensen bekakt van jouw gezin. Maar zou jij nou, als je nu zo dit hoort... Want jij bent een dorpeling. Het is niet een dormeisje, het is een koor, maar een dorpsmeisje. Ja. Denk je niet van, oh, dat had ik eigenlijk misschien wel tof gevonden? Nou ja, ik denk achteraf gezien. Kijk, weet je, ik kwam vrij bleu, zeg maar, naar de universiteit. En ik had daar wel iets meer van willen weten. En ik kende echt helemaal niemand. En ik denk wel, dit komt mede eigenlijk deze interesse ook. Omdat onze oppas, hè, Amber, die helaas bij ons weg is, die is nu aangenomen bij geneeskunde. En die heeft de introweek. Maar doordat zij niet meteen was ingelood, is het dus heel moeilijk voor haar om bij verenigingen te komen en zo. Dus ik krijg nu een beetje dat verenigingsleven een beetje mee. En dat ik wel zie hoe snel je contact maakt met heel veel mensen. En dat je een soort band hebt voor het leven. Want jij hebt sowieso... Kun jij, maar dat doe je niet altijd. Heb je één keer per jaar hebben jullie nog weer dat jullie met het koor doen. Nee, maar tuurlijk. Ik heb echt een mega leuke tijd gehad. En je hebt echt vrienden daar opgedaan voor het leven. Ja, en ik denk wel, cv-technisch zou het fijn zijn als je ergens... Als ik dat nu had geweten, nu weet ik dat. Van oké, als je in een commissie hebt gezeten of als je weet ik veel wat. Is dat wel handig? Nou, maar kijk, het lijkt ook allemaal op elkaar. Hè. Kijk, ik denk dat het belangrijkste is, en dan hebben we het over Muk en Joep, dat je vooral niet te lang thuis blijft hangen. Dat je op een gegeven moment naar een nieuwe stad gaat om gewoon het zelf te gaan doen. Ja. En dan kan je net zo goed, je kan ook bij de sportvereniging, je kan ook bij de roeivereniging gaan. Ik heb gehoord, je kan ook bij dat daar de knapste jongens zitten, bij de roeivereniging in Amsterdam. Sportbiddies. Ja. Maar dat heb ik dus allemaal niet meegekregen. Je moet natuurlijk gewoon, kijk, en ik ben wel iemand die, ik zou het prima vinden als zij, ook als zij naar een knorrenvereniging zouden willen. Ja, het is allemaal zo. Ja, maar dat was allemaal Rotterdam. Gênant dit, hoe ik dit moet zeggen. Maar is dat in Amsterdam dan ook? Tuurlijk, heb je er heel veel. Maar als Muk en Joep, als zij zeggen van ja, maar ik wil daarheen. Hey, ik ben echt de laatste, dit zeert me niks. Maar ik denk wel dat het supergoed is maar ze bij iets van een vereniging, ja, dat ze leren. Ook als je soms een keer in een commissie gaat, dan leer je. Ja. We hadden bijvoorbeeld in Rotterdam, kon je in de Lustrumcommissie komen. Dan moest je een Lustrum... Moet je dus om de 5 jaar moet je dus een soort weekend feest. Nou, dat is geen week. Dat is gewoon echt 2 weken lang. Moet je een soort feest organiseren. Voor ook alle oudleden. Ik denk dat gaat om miljoenen. Dat gaat om budgetten met sponsoring. In mijn tijd was dat Container City. Hadden ze in de haven hadden ze allemaal containers gebouwd. Dat was een heel nou, dat kan dorp niet meer. Met optredens van allemaal grote artiesten. En daar was je dan de commissie van. Dan was je een jaar lang. Dan zette je studie stop. Stop? Ja, dan deed je je studie niet. En dan dat kost toch hartstikke veel geld? Ja, maar dat... Kijk, wat levert je dan daarna weer op? Als jij in die commissie hebt gezeten en jij wil daarna bij jullie leven gaan werken, die zeggen allemaal, ja, maar jij hebt al een jaar lang, een soort stage hoe je met gelopen. 5 miljoen budget, allemaal moet gaan doen. Ja, dat is waar. En dat is hetzelfde. Ik heb ook wel eens... jongens die naar Oxford zijn gestuurd of naar Harvard of weet ik veel. Dat is natuurlijk knetterduur. En die ouders zeggen dan ook van ja, maar de mensen die ze daar leren kennen. Ja, jouw familie. Alles uit wat Amerika. Je daar dan uiteindelijk. Dan koop je een soort van. Garantie. De toekomst. Ja, dat is wel een beetje zo. Je moet het allemaal wel zelf doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel goed. Lekkere basis. Om al dat soort dingen te leren. En als je gewoon naar een stad gaat, die gaat studeren en je gaat gewoon thuis
Ga je lekker naar huis elke dag en je voetbalt nog bij de vereniging. Is niks mis mee. Nee. Maar je haalt wel misschien iets eerder je studie. Nou ja, dat is een ander verhaal. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk veel strenger geworden. Want je moet gewoon bepaalde punten volgens mij... Kijk, ik kon gewoon 4 jaar lang... Kon ik gewoon niks Lante doen. Boeide allemaal geen reet. Bier drinken. En nu zijn er allemaal wel... Je moet wel wat dingen gaan halen. Want anders worden of afgekikt of... Okay, maar dan stel je voor dat ik nou een koormeisje was geweest. Was jij dan ook op mij gevallen? Nee, ik val in de basis niet zo op koormeisjes. Maar dat is een beetje gradaties. Als het echt heel heftig is, dan vind ik het niet zo... prettig gewoon. Dat is me te... Ik heb me daar ook altijd een beetje tegen verzet. Wat ik nu iets meer omarm. Ik heb me echt ook in de studententijd wel eens een beetje verzet tegen het hele koording. Dat ik dacht, ik vind eigenlijk past het ook niet zo heel erg bij me. Ik ben best wel creatief en het was allemaal heel erg... Het was allemaal heel... Blaterig. En dat vond ik nooit zo leuk. Maar ik vind het nu toch wel weer dat ik denk, ja, het is toch... Je moet er gewoon... Een paar jaar ingaan. Je moet gewoon lekker. Je moet ook niet misschien niet 6 jaar doen. Maar gewoon 3-4 jaar moet je er vol van genieten. En dan moet je ook de leuke dingen eruit halen. En de rest moet je lekker laten. En je moet ook niet bang zijn om nee te zeggen. Nee. En dan is het gewoon superleuk. En er zijn nog steeds echt wel hele leuke koormeisjes bij. Maar ik vind, ik val wel meer op het op jou als dorpsmeisje. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo. Oké, want ik zou wel, precies. Draag ik misschien andere kleding. En dan heb ik misschien een beetje een aardappel in mijn keel. Nee, maar hebben wij er wel eens last van? Of is dat gat wel eens groot geweest? Of dat je dacht... Nou ja, in het begin met jouw familie was dat natuurlijk wel een heel groot contrast met mijn familie, toch? Ja, zeker. Mijn moeder vond het heel moeilijk om naast jouw moeder op een feestje te zitten. Ja, maar dat was gewoon omdat mijn moeder die natuurlijk dat is een hele geschoold slimme, is. En heel ver doorgeschoold ook. Dus, ja. En inderdaad, koor. Mijn moeder weet echt nog steeds niet wat koor is, denk ik. Maar misschien dat ze deze aflevering... Nee, maar ik denk ook dat heel veel mensen zijn zeker... Nee. Die zijn er dan ook heel erg... Het is standaard om daar een beetje op tegen te zijn. Nou ja, oh, koorbal, en helemaal omdat het steeds niks. In het nieuws is. Heeft dat toch een smetje gekregen. En praten vooral mensen er negatief over die het niet kennen, denk ik. Tuurlijk. Ja, en jullie hebben ook wel andere woorden. Ik bedoel, jullie hebben een hele andere... Kennen ze niet, maar jullie hebben ook echt een hele andere woordenschat. Ja, het is een soort geheimtaal. Ja. Noem eens een paar woorden. Nee, maar dat vind ik dus... Ik ben er ook uit. Maar ik weet niet wat ze nu allemaal zeggen. Want de jeugd nu zegt alleen maar ziek, hard, chill. Dat soort dingen. Ja. Denk ik. En dan heb ik het over de jeugd. Mooi, hè? Alsof ik heel oud ben. Maar ja. Dat ben je ook. Dat is wel een beetje zo. Ja. Maar dat wil ik er dus eigenlijk mee zeggen. Dat heel veel, ze besnappen heel vaak niet... Dat het dus heel erg lijkt op. Je hebt in Twente heb je ook de herenzittingen. Heb je toch? Heb je de jonge. Ja, hoe heet veel dat ook weer? Presteren. Waar hoe heet dat nou? De jongens die allemaal met elkaar. Dan heb je een herenzitting. Jongerenkamer. De juniorkamer. Juniorkamer. Ja. Dat is helemaal niet anders. Nee. Dat is gewoon een soort. Dat is gewoon een soort mini-core ding. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Dus je hebt het in al die steden ook. Ja. Maar dit staat zo ver van hun bed. Ja. Dat ze er vaak een soort van anti niet, zijn. Meer. En nou, ik heb ook heel vaak gehoord dat we in de zelfspodcast bijvoorbeeld dat heel veel mensen het heel leuk vonden om dat eens te horen hoe dat werkt. Ja. Omdat ze het niet kennen. Nee. En eigenlijk vinden ze het wel interessant. Vinden ze het wel. Ja. En maar ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die naar een podcast luisteren die dat al kennen. Jullie hebben zoveel luisteraars, maar niet bij onze podcast. Ik denk dat hier voornamelijk heel veel jou. Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe wat jullie jouw Instagram volgers misschien wel ook heel veel dit luisteren. Ja. En die hebben er misschien... En maar ook wel handig als dus je stel je voor je hebt kinderen... die ze gaan studeren om dit te weten. Ik vind het wel leuk om juist deze luisteraars ook te zeggen van... joh, sluit het nou niet uit voor je kind. Dat is echt wel tof. Maar kost het geld? Goed. Hey, valt heel erg mee. Want je hebt gewoon een normale de intro of een ontgroening kost wat geld. En dan moet je per jaar wat. Tuurlijk, het kost allemaal geld, maar het is niet dat je... Maar je moet wel al die feestjes euro moet bij inleggen. Zijn. Dat kost wel veel geld. Bijvoorbeeld als je wil golven, dan moet je vaak... Schrik niet, dan moet je gewoon... 20.000 euro geld inleggen om überhaupt lid te mogen worden. Ja. Dan hebben ze een soort drempel hebben ze gemaakt bij van die hele mooie golf. Ja. Bij het koor kan je gewoon lid worden. Het enige is, je gaat op lustrum reis, daar moet je dan voor sparen. Je gaat, als je uitgaat, weet ik veel. Ja, dat zijn allemaal wel jongetjes en je mag gewoon bij het koor en dan stel je voor hebben. Dat je niet bij een leuk dispuut komt of dat je niet wordt aangenomen. Zo maakt dat nog uit? Dat maakt niks uit. Of wel? Nee, want er zijn ook heel veel. Ik bedoel, ik had bijvoorbeeld ook in Amsterdam, had ik ook wel lid willen worden, had ik ook wel leuk gevonden. En daar heb je dan... Maar dat kan toch niet, want je studeerde toch in Rotterdam? Ja, maar stel nou dat ik in Amsterdam was gaan studeren. En daar heb je bijvoorbeeld een paar disputen, die zijn veel creatiever. Die zijn heel veel met toneel en zingen en muziek en zo. Ja, dat, je beter dat had ik best leuk gevonden. Maar ik heb eigenlijk mijn naam niet mee. Heb je nog een leuke naam voor mij? Nou, dat zou dus dan Marie-Claire. Is gewoon een hele goede. Marie-Claire Kutter. Kutter, wel? Nou ja, nee. Dan zou je Marie-Claire van Vollenhoven tot
Pilsenstein, ik heb geen idee. Pilsenstein? Ja. Nee, gewoon een of andere dubbele achternaam. Ja, maar jij kwam qua naam natuurlijk sowieso overal door. Ja, Sievert Verezema is wel... Maar ja, jij hebt je naam verbasterd. Ja, Verezema, dat is wel heel Twents. Ben je wel gewoon een dorpsmeisje? Ja, maar dat heb ik ook expres gedaan. Omdat voor de dorpelingen? Voor het grotere publiek dacht ik... Achteraf had ik prima Sievert Verezema kunnen doen. Maar toen maar je dacht ik, schrikt af. Dat schrikt af. En ik heb het ook altijd een beetje verzwegen. Wat? Eerlijk. Nou, dat ik lid was geweest in een koorbal. Nu omarm ik het wel. En denk ik, ja, kom maar de kakkerfamilie. Ja, het nou, heel eerlijk. Ik wist niet helemaal dat je echt een korbal was. Ik dacht dat... Schande. Ja, nee, ik wist wel dat je bij een club had gezeten, maar... Oi. Nee. Goed, Kim, we kunnen hier nog uren over praten, maar... Ik kan ook uren over doorvragen. Nou, maar ik denk dat het inderdaad vooral voor jouw volgers is voor het wel heel leuk om eens een keer te horen. En ik ben een soort van... Ik ben een soort reclame voor... Ik maak reclame voor... Ik vind dat je eerlijk moet worden. Ben je dat eigenlijk? Nou, dat mag ik hopen, ja. Maar goed, we moeten nog een paar rubrieken behandelen. Moeten niet, want ik vind het hartstikke leuk. Kim Spotter. Kim Spotter, had je er nog een? Ja, wat denk jij? Vandaag gespot door Kim Spotter. Die had ik echt niet zien aankomen. Kom je eraan? Wat een kwaliteit. Wat een uitvinding. Geloof ik het toch niet? Nou zeg. Je bent een dief van je portemonnee als je het niet doet. Ik heb heel veel sporters, maar ik moet me natuurlijk een beetje beperken. Tot één per aflevering. Wat is dat? De bel. Hoezo? En die is voor mij. Wat voor jou? Ja, hoezo? Waarom kan ik hier niet wat laten bezorgen voor mij? Ah nee, ga je nou ook al hier laten bezorgen? Ja, ik wil dit even aan de luisteraar meegeven. Luister, wacht even. Jij gaat, zet maar bij de deur neer. Dankjewel. Top, ja. Ik ga het zo meteen maar uitleggen wat het is. Thuis krijgen wij, denk ik, 14 keer per dag gaat de bel... En dan is het een pakketje voor mevrouw Kutter. Het is ook nooit voor mij. Ho. We doen nu even een paar dingen fout. Want ik moet altijd alles voor jou bestellen, hè? Ja, nou, hoezo? Jij zegt vanochtend nog. We hebben een nieuwe pers nodig. Bestel een nieuwe pers. Ja, voor staat de toevallig op mijn naam. Maar ik bestel het voor ons gezin, maar hè? Maar eerlijk, jij bent wel... gewoon even lekker s'avonds op de bank eventjes... En dan zeker even, sinds dus, Ideal bestaat, hè? Gewoon, ja? Gewoon op twee knoppen en maar, dan maar koop ik ooit iets voor mezelf? Eerlijk is eerlijk. Nou, weinig. Wel meer voor de kinderen en, voor het gezin. Eerlijk. Ja, ja eerlijk. Koop weinig voor jezelf. En dat vond ik dus het moment om even voor mezelf te kiezen. En dus, dit is meteen eigenlijk iets wat een bepaald onderbuikgevoeltje. Het moet even naar boven komen. Ik ga hier geen sorry voor zeggen. Ik vind het te gek voor woorden dat vrouwen vaak moeten verzwijgen dat ze iets nieuws hebben. Dat een kaartje snel van een jasje moet worden afgehaald. Of dat je iets een nieuw product hebt gekocht. En dat dan niet... Ja, ik moet eerlijk zeggen, je verontschuldigt je ook wel eens dat je dan ga je zo zeggen, ja, ik heb een nieuwe jas en die was wel heel duur, maar het was wel een aanbieding of zo. Ga je altijd verontschuldigen. Ja. Het slaat nergens nee, op. Ben ik het mag wel mee ook eens. Wel een keer iets voor mezelf kopen. Nou, dus dat heb ik dus nu gedaan. Maar wat is het? Wat staat er bij de deur? Oh, jij wil nu ook weten wat erin zit? Natuurlijk. Nou, oké. Ja, ik weet nog niet wat erin zit, want dat is de verrassing. Ja. Dit is een goodiebox. Ja. En een goodiebox, dat is dus elke maand krijg je dat als je een abonnementje neemt. En dan kun je ja, dat zit allemaal verrassingen. Allemaal nieuwe producten op beautygebied of iets breder dan dat. En lipgloss en een... Nou, dat kan. Misschien een maskertje of misschien wel een rouge. Nee, ja, dat kan. Een mooie rouge. Ik weet het niet wat erin zit. Het is gewoon een verrassing. Een maar het is dus mascarol. Het is dus een soort... Kan er ook een mascarol in zitten? Een mascara kan erin, misschien wel voor jou zelfs. Nee, maar er zitten heel vaak merken in die je niet kent. En een zalfie. Dat kan, Jaap. En dat heet geen zalf. Waarom moet ik dat nou nog zeggen? Oh, een crème. Ja, een zalf haal je bij de apotheek. Oh ja, dat is wel waar. Ja. Oh ja, dat is natuurlijk waar. Ja, het is een crème. Ze hebben geen zalf. Nee. Je smeert geen zalf op je gezicht. Nee. Gadver, een zalf. Ja, je wordt gezalfigd. Hoe dat? Door de pastoor. Gezalfd. Ja. Dan ga je toch dood? Dan word je toch ingezalfd? Precies. Nou. Dus het is geen zalf. Nee, maar het vind ik echt leuk. Dus het heet Goodiebox. Ja, maar ik weet niet wat erin zit. En het is een maandabonnement. Kan. En je krijgt dus... Je mag zelf kiezen of je dat geeft. Ik kan hem ook gewoon kopen. Iemand geven. En daar zitten dus allemaal leuke producten in. Ja, dat hoop je dan. En het zijn vaak vernieuwende producten. Ja. En het zijn vaak ook bijvoorbeeld echt hippe Scandinavische merken... wat wij hier niet in Nederland verkopen, en het bijvoorbeeld. Is, maar ik ken dit concept, want dan ga je dus... daar zit natuurlijk, dan betaal je een x-bedrag, maar dat is veel meer van waarde zit erin, zeg maar. Veel meer. Ik vind dat dus een maar er zit altijd één dingetje waar je misschien dan wel denkt van, hé, maar hier ben ik fan van, dat ga je kopen. Of er zit ook altijd een dingetje in dat je denkt, nou, die geef ik aan mijn buurmeisje. Dat kan. Maar weet je, dat is de verrassing. Je weet nooit wat erin zit. Dus jij zegt bij deze gewoon niet meer sorry? Dan wil ik het ook nooit meer horen. Nee, maar weet je, het is ook heel gezond, hè, om te shoppen. Non-apology. Ja, maar
ik bedoel, gezond, het is het echt waar. Het zorgt voor ontspanning op dat moment. Het is ook leuk, die verrassing, dat je visualiseert, dat je denkt aan de toekomst. Ik moet zeggen, ik heb serieus laatst een artikel gelezen. Dat zou ik eigenlijk niet hier moeten zeggen. Maar dat shoppen, dat geldt overigens niet voor mij. Want shoppen is voor mij de meest stressvolle gebeurtenis op aarde. Ik vind het echt afschuwelijk. En als jij online of offline geshopt hebt, ben jij gewoon relaxed. Dan vergeet je de rest van de wereld. Luister, dat is echt zo. Dat is zeker waar. En de kinderen hebben dat gelukkig ook. Je hebt dat niet doorgegeven aan onze kinderen. Maar wat het eigenlijk is, en dat die vinden dat shoppen ook leuk, ja. Die vinden shoppen ook leuk. Die willen, als jij vraagt aan ze, Mukke Joep, wat wil je lief doen vandaag? Ze hebben maar shoppen. Maar ik vind dus zo'n box dan wel leuk. Dat je dan hoef ik en niet naar een winkel. Ja. Ik krijg gewoon dingen, vind ik wel leuk. Ik vind het best leuk om cadeau te krijgen. Maar ik wil even een heel goed excuus. Ik zie jou al, als jij al een doos uitpakt, dat vind je al, dan ben je al helemaal zen. Dat vind je heerlijk. Ja, maar luister, ik krijg nooit cadeautjes. Van jou niet, van Muk, van mijn Joep niet. Dus ik moet wel voor mezelf wat kopen. Alsof het een cadeautje is. Ik heb jou vorige week nog een cadeau gegeven. Gaan we het denk ik zo over hebben. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Hou hem nog even vast. Maar volgens mij de spotter. Had ik al het blaadje gezien. Dat is de spotter. Ja. Maar waar ik nog heel even over wil hebben. Waarom het goed is om te shoppen. Het is een soort visualisatie. En het heeft te maken met dat je bezig bent met je toekomst. Dus dat je bepaalde verandering gaat doen. Nee, echt waar. En daar ben jij natuurlijk heel slecht van. Mentale voorbereiding. Visualisatie dat je bezig bent. Je gaat het visualiseren. Je blikt vooruit van hoe zou dat jasje mij staan? Of hoe zou deze make-up bij mij staan? En dan ben je daarmee bezig. Maar wat jij nu, dit is dus echt top voor jou, denk voornamelijk vrouwelijke luisteraar. Die kan dus nu toch thuis verkopen. Dat die zegt, is het. Ja, maar luister, het is een goede tip dit. Waarom heb je nou weer een nieuwe jas gekocht of tas? Ja. En dan als je dan gewoon klaar hebt van, ja, maar lieverd, het is een stukje visualisatie. Het is voor de toekomst. Het bereidt mij voor bepaalde situaties. Verlagend. Ja, absoluut. Want het is ontspannen. Ja. Maar goed, als er nog meer mensen zijn die zichzelf een cadeautje waardig vinden. Nou, dan kunnen we ook nog korting aanbieden. Dus als je via de link in de URL, zeg maar op Spotify, bij onze podcast in de beschrijving, YouTube. Of bij mijn YouTube-beschrijving, als je daarop klikt, dan krijg je direct die 5 euro korting. Okay. Maar dan nu de spotter. Oké, dus wat was de spotter? Nou, okay. Jaap, die heeft dit jaar moederdag geskipt, mijn verjaardag geskipt. Jij had echt onwijs geluk dat mijn zusje en mijn zwager mee waren en die 10 cadeautjes hadden, waardoor alle kinderen echt super zielig. Want Muk en Joep, ik was dus bij de ouderavond deze week op school. Onwijs kakschool, gaan we het later over hebben, maar heel leuk. En toen zei ik, vroeg dus aan de juf, misschien vraag ik iets heel twens, dat ik had mezelf al een beetje ingedekt van, maar mogen de kinderen geen cadeautjes maken voor als de moeder jarig is? Ik dacht, dan heb ik in elk geval nog een cadeautje dat de kinderen aan mij mogen geven. Nee, dat doen ze dus niet bij ons op school. Nou, maar goed, dat had jij geskipt, de kinderen. Ja. En ineens stond daar een verrassing van de week. Zo'n groot ingepakt cadeau, terwijl ik hem echt niet had zien aankomen. En ook het cadeau zelf niet. Want ik kreeg van jou een elektrische step. Nou, echt. Ik vond het zo cool. Ik voelde mij weer een kind die een andere gadget kreeg. Het mooie is van die step namelijk, het is natuurlijk echt, je kan er eigenlijk helemaal niks mee. Want één, hij mag niet op de openbare weg. Ik heb echt zo'n Segway step gekocht. Dus echt een serieus andere merk. Ja, Ninebolt, maar dat is van Segway. Ja, het is echt een serieus ding. Je kan daar echt helemaal niks mee. Want jawel. Je mag hem dus officieel niet gebruiken. Oh. Ja. Alleen in Nederland niet. Jij had het er een tijdje geleden over. Ja. Dat de vriendin van jou die had zo'n ding. En jij zei het gevoel van vrijheid. En even zo snel de ding pakken. Even naar de supermarkt. Ja. Of even ergens wat drinken. Of even heel kort zo'n kort ritje. Ik voel me even geen moeder. Ik kan niet op mijn telefoon zitten. Ik ben niet bereikbaar. Ik heb geen kind die met me meegaat. En het maakt geen lawaai van een scooter. En ik snap jou, want ik had het dus ook. Ik ga ook op dat ding. Ja. Ik ben vandaag nog, heb ik heel even bij de schakel, bij onze plaatselijke broodjes tent, zeg maar. Heb ik even een broodje gehaald. Met de step. Nee, geen brood, want eten we niet, want we doen aan een lijn. Ja, maar ik bedoel, boeit het nou heel veel? Ja, Nou, ik zal het vertellen. Ik heb een halve boerenomelet gehaald. Nou, gefeliciteerd. Nou. Echt mensen super blij dat ze nu weten dat het geen broodje was. Nee, maar ik ben nog goed bezig. Nou. In ieder geval. Ik wel. Jij er naartoe? Ik er naartoe. Ja. Met en toen? De step. Ja. Dat gevoel inderdaad. Want dat ding gaat gewoon 30. Vrijheid. Het is wind geweldig. In je haar. Maar goed, ik heb dus van de week heb ik dus allemaal afspraken aan de Oud-Loosdrechtse dijk gepland. Dat is aan de andere kant. Wij wonen Nieuw-Loosdrecht nu nog. Met die step daar naartoe. Die wind in je haar. En dat je daar aankomt. En zo een beetje. Iedereen kijkt ook zo van, wat heeft zij voor geks, die gek ding. Ja. Ik voel me helemaal hip. Ik snap hem. Ik voel me hip en happening. Ik vind het heel goed. Ja, maar goed. Ik vond dat wel een goede sporter. Overigens zijn er verschillende
prijzen in dat ding, hoor. Ja, het is wel, ik vind wel echt serieus duur ding. Maar ik denk wel, misschien wat je had hem laatst, had je hem dan een paar... Mijn vader dacht dat ik hem nooit zou gebruiken. Ik gebruik hem elke dag. Site, dat was dus goedkoper, maar dan ga je dat weer niet... Dan gaat hij zo kapot en dan breekt zo'n stang af. Nee, en deze kun je inklappen, meenemen naar buitenland. Buitenland, ja. Ja. Nee, maar de buitenland hebben ze het echt overal. Dat is echt leuk. België mag het gewoon. Ja, inderdaad. Alles. Gewoon meenemen op vakantie. Maar Kim, de step hebben we ook veel moeten gebruiken, want we hebben een Kani Cutter. Er was iets gebeurd waarom wij alleen de step hadden. En nou, de fiets ook trouwens. Maar ja, we konden de auto niet gebruiken. Nee, de autosleutel was footsie. Maar jij bent dit, sinds ik jou ken. Oh, al zo vaak. Ja. Weet je nog, je had op een gegeven moment had jij een Discovery. Weet je nog die auto? Nee, er was geen Discovery. Jawel. Dat was toch een Jaguar? Nee, er was een... Dat klinkt heel decadent dit. Nee, ik had ik niet een... Ik had een Lamborghini. Ja, zie, ik in dat korps leveren, dat de koor leveren, bevalt me wel. Nee, je had op een gegeven moment had je een... Dit was de... Ik ben de Jaguar sleutel kwijtgeraakt. Oh ja? Oh, ja. Nou, de IP's. Nou, het klinkt echt zo erg dit, maar het is wel wat. Ja. En jij het was... Het was niet je oude lullenbak. Nee, dat is nog erger. Het was geen oudje. Het was gewoon een nieuwe Jaguar. Nou, maakt niet uit. Het is... Ja, sponsordeal. Hey, je werkt er hard genoeg voor. Oh nee, het was sponsor. maar die sleutel was je kwijt. Ook voor werken trouwens, voor sponsordeals. Ja, dat is ook waar. Het is niet zo, ja? Dat is ook waar. Oké. Okay. Die was je kwijt. Ja. Dit was wel een paar jaar geleden. En toen zijn we uiteindelijk gaan verhuizen. Jij een hele nieuwe sleutel moeten betalen. Was het 400 euro of zo? Ja, 450 piek of zo. Ik heb trouwens... het 200 euro boete deze week moeten betalen. Oh, dit zeg je tegen mij? Dat kreeg ik binnen, hè? Omdat je dat in mijn auto had gedaan, hè? Ja, ook nog op mijn auto. Dus ik heb 600 piek moeten betalen. Terecht. Plus de boetes qua snelheid. Ik had mijn telefoon in mijn hand. Dus jij bent deze week... Ja, ik was meer dan 1000 euro kwijt. Voor de overheid, voor 1000 euro. Dat is echt kut. Dat is echt... Maar het was terecht. Ik heb ook gewoon meteen betaald. Ja, maar ik ben blij dat dit gebeurt, want dan leer jij dit eens af. Nee, ik zit echt niet de hele dag, maar soms dan pak ik hem even bij. Oh ja, ach, jongen. Ho, anders gaan allemaal mensen verkeerde dingen van mij denken. Ja, nee, dat denken ze toch al aan deze uitzending. Nee. Oké, maar die autosleutel... Oh ja. Jij zegt dus dat ik die kwijt ben geraakt? Oh, wil je zeggen dat ik die Jaguar sleutel kwijt was geraakt? Nee. Want de kinderen waren schuldig. Ja, dat is trouwens waar. Ja, dat vergeet ik niet. Jouw zoon! Mijn zoon. Die had hem... Uiteindelijk gingen we verhuizen. Ja. En toen bleek, hadden we de piano, die moest ook mee. Ja. En toen kwam die piano van de muur... Had dus een van onze kids, dat kan niet anders, want wij hadden dat gewoon natuurlijk niet gedaan. Die had hem dus in die piano gedaan. Dus daar kwamen we uiteindelijk de sleutel. Nou, en nu waren we dus afgelopen dag waren we hem weer kwijt. Ja, maar die auto die start dus als je de auto sleutel, dat is heel irritant aan dit. Want die auto die start dus als je hem ergens in de buurt hebt liggen. Dus je hoeft hem niet meer in het... Slot, nee, hoe noem je dat? In het... Natuurlijk, je hoeft toch al jaren niet meer. Dan doe je zo'n sleutel. Nee, dat is gewoon niet waar. Sommige auto's. Console heet dat, Kim? Nee, want als je een andere hebt, dan moet je hem erin steken. Sommige Mercedes. Maar die hangt het. Nou ja, maar niet. In elk geval, dus hij doet het wel. Gelukkig deed hij het wel, want daar konden wij wel naar WKZ. Sleutel die erin moet steken. Dat bestaat. Daar heb je bij geen één nieuwe auto meer. Bestaat niet meer. Dat is echt. Nou, heb jij nog een auto waar het wel kan? Is niet waar. Bij minis moet hij er nog steeds in. Dat is waar. Maar dan wel op een gekke andere manier. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Maar in elk geval, we waren hem dus kwijt. Maar de auto reed nog wel. Maar op een gegeven moment reed die auto dus ook niet meer. Dus we dachten, oké, de sleutel is nu dus de auto uit. Maar geen idee waarmee. Eruit. We hebben alle jassen, alle tassen gepakt. Alle hele auto uitgezocht. En dat is nog een werkje bij onze auto's. Kon hem niet vinden. Dus toen konden we niet weg naar afspraken. Toen moesten we inderdaad met step en met de andere fiets. Ja. En uiteindelijk in de hockeytas van Muk. Maar dat was ook heel raar dat jij hem daarin stopt. Want daar heb jij hem wel ingestopt. Als jij zegt de hockeytas van Muk, dan denk ik dus dat het niet over mijn zoon gaat, hè? Nou. Hockey. Nee, maar hockey. Ik heb altijd gedacht, ik krijg geen hockeykind. Ja, op korfbal. Nou, dan was ik gescheiden. Sorry mensen die korfballen. Ja, ik zat niet op korfbal. Te gek hoor. Maar jij zegt het misschien ook even kind. Nou, als ik korf kind zeg, gaat niet. Korfbal. Jij bent zelf een korfbal. Ja, precies. Ik ben een korfbal. Ik zat op handbal. Ja, dat vond ik al erg genoeg. Ik vind denk ik handbal... handbal ben ik dus, heb ik al eerder gezegd... ben ik gaan waarderen door de Daarom. Tess Westers en zo. En dat vond ik nog wel vet. Oh, En Stefana's, de polmannen. Ja. Maar korfbal kan echt niet. Heel even, Kim. Even de sleutels zijn we allemaal terug. Allemaal niks aan de hand. Ja. Vind je niet dat ik er goed uitzie? Hoezo? Nou,
Ja, je hebt net je wenkbrauwen laten doen. Ja, een stuk beter opgeknapt. Nee, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Oh. Ik ben in de zelfspodcast hadden we een hele mooie sponsor. Dat heette, die zie je hier ook voor als je YouTube kijkt. Dat heet ik ben voor jou gemaakt, staat Atida erop. Pure heet dat. En dat zijn supplementen. Ik ben er voor je elke dag. Ja, nou. En oh, dat wil je een punt maken. Ik heb dat dus serieus altijd goed gebruikt, de supplementjes. Wanneer was dat? Nee, dat is echt waar. Dat heb ik echt gedaan. Wat, wil je nou gaan doen? Nee, weet ik niet. Ja, ik heb nog nooit gezien. Ik doe dat elke morgen. Nou ja, nu dus even. En ik heb heel eerlijk, ik heb de hele kuur. Het is niet echt een kuur, maar ik heb het afgemaakt. Voelde me helemaal top. Super relaxed. Ik ben nu super goed bezig met sporten en wat minder eten. Het moet echt even wat af, maar ik ben echt op de goede weg. Ja, je bent aardig Dus ik denk nu, ik moet weer gewoon even gaan beginnen. Maar dan moet ik wel even andere supplementen dan toentertijd in de zelfspodcast. Want toen was ik echt op mijn dieptepunt van niks doen. En nu ben ik wel weer lekker bezig. Dus ik vind dat ik weer even moet beginnen. En Atida Pure is dus een box. Wederom een box. Weet je het wel, maar het is dus gepersonaliseerde supplementen. Wie heeft dit dus altijd tegen jou gezegd dat jij fatsoenlijk weer gezond, dat je jij zegt, ik heb geen energie, dit en dat. Zeg ik dus elke keer, neem supplementen. Ja, ben ik het volledig met je eens. Dus daar krijg je, dan moet je een vragenlijst invullen. Ja. Dat wil ik even zo met jou gaan doen. We gaan eigenlijk de aankomende week ga ik wat vragen met je invullen. Kijken of dat een beetje klopt, mijn antwoorden. Het zal vast niet, volgens jou. Maar dan moet ik een vragenlijst eerlijk invullen over wat ik allemaal doe en sport of niet, of weet ik veel. Komen zo op. En dan krijg je gepersonaliseerde supplementen thuisgestuurd waarop jij zeg maar je beter wil voelen of wat bij jou past. Je hebt het opengemaakt, zie ik. Ik krijg per dag dus een zakje wat ik in moet nemen. En dan word ik een beter mens, Kim. Beter mens. Gaan we niet over hebben. Vraag nummer 1. Ik ga even de laptop erbij pakken, want daar is mijn vragenlijst. Volgende week doen we een volgende vraag en we gaan we even samen invullen. Okay. Vraag 1 die ik hier krijg is: hoeveel dagen per week beweeg of sport je langer dan 30 minuten? Dit is mooi. Doe eens even rustig, want ik heb nog niet eens antwoord gegeven. Ja, nee, dat weet ik niet. Ik zou zeggen langer dan 30 minuten zeker 4 keer per week. Wanneer? Luister, elke dag, en dit vind ik echt een belangrijk onderwerp, dat wil ik aansnijden. Elke dag ben ik 10 minuten de speelkamer aan het opruimen. Ik ben de hond aan het uitlaten. Ik doe de grijze groene bakken naar de straat, de otto's zoals je dat in Twente noemt. Ik leg de kinderen in bed, dan moet ik Muk en Joep tillen naar boven. Ja? Ja. Koken, oké, dat doe ik dan. Stofzuigen. Niet Stofzuigen doe ik. Minimaal 10 minuten. Gasmaaien, heb ik gisteren nog gedaan. Ja, maar die gasmaai doet dan werk. Bladblazen. Nee, maar allemaal is dat. Dat is minimaal bij elkaar. Zo kan ik. Ken ik er al een paar. Wat sport ik dan? Dan sport ik gewoon 24-7. Nou, maar kijk, weet je wat ik dus zo moeilijk vind? Oké, eerlijk zijn. Ik sport denk ik langer dan 30 minuten. Ik denk gewoon niet per week, als ik echt heel eerlijk ben. Ja, dus als je echt over sport hebt. Wat ik dus zo irritant vind van het ouderschap. Je zou denken, wij zijn zo druk. Je bent er zoveel mee bezig. Ik sta om 7 uur op. Om 11 uur ga ik doodmoe naar bed. Heb ik de hele dag, sta ik aan. Oh, jij ligt allemaal over 9 te slapen. Telt dus niet echt als sport. En ik vind dat niet eerlijk. Daar moet verandering. Ik weet niet een petitie. Ik wil een petitie starten. Nee, maar het is toch niet eerlijk? Dat is toch raar? Maar het leven is toch sowieso niet eerlijk, ja. Nee, maar je zou toch denken, er zijn allemaal mensen die sporten dan wel 2 keer per week. Ja. Maar die vallen dan af, et cetera. Ik denk dan, nou, als je ouder bent, 7 dagen in de week, dan moet je toch gewoon afvallen. Ja. Nou goed, maakt niet uit. In ieder geval, ik ga eerlijk antwoord geven, want anders krijg ik geen. Maar staat er ook bewegen bij of staat alleen sporten? Nee, er staat bewegen of sportje. Maar dan zou ik zeggen, want ik vind dan mag ik wel een gemiddelde van 2 aannemen dan, denk ik. Want ik doe ook nog wel eens iets. 1? Ja, 1. Oké, je loopt naar de auto. Nou, in Amsterdam, oké, dat is iets verder lopen. 1 dag per week bewegen sport ik langer dan 30 minuten. Dus ik ben benieuwd wat er volgende week voor vragen komen. Ik merk dat wat bij ons op zolder staat, wat jij ooit hebt gekocht. Hier, dat was ook een ding wat jij hebt besteld. Ja, moet je een ding? Cross-trainer. Ja, maar echt 1 keer gebruikt. Ik ga er geen sorry voor zeggen. Weet je, als ik iets verdien, dan koop ik het. Zo wel. Maar goed, heb je nog kortingscode? Ja, ik heb zeker een kortingscode. 50% korting op je eerste bestelling bij Atida Pure. Dat is wel serieus. Dat is een hoop. Met de code Kim Jaap. Oh, Kim mag ook meedoen. Nou, Kim Jaap, oké. Okay. Kan ik een keer voor jou gaan bestellen. Oké, okay. Nou goed. Top. We sluiten hem nog niet af, want ik wil heel even voor de. Zeker niet. Voor Jan Riesewijk. Ja, voor Jan Riesewijk. Wil ik nog even een soort van resume. Ja. Gaan wij, zijn wij er nu al over uit? Onze kinderen zijn 0, 3 en 5, dat is een beetje vroeg. Gaan ze bij het koor? Gaan ze? Of worden ze dorpsjongetjes, Loosdrechtse jongetjes? Nou ja, ik zou wel zeggen dorpsjongetje, maar dat hebben we nu al helemaal verkeerd gedaan. Want
inderdaad, hij zit op hockey. Hij zit op de Kaakschool van het Gooi. Ja. Waar overigens helemaal niks mis mee is. Nee, daar ik ben moet er ook echt heel blij mee. Beamen. Ja. Ik vind had je niet gedacht, hè? Nee, ik vind de ouders allemaal superleuk. Ja. Wij hebben altijd gezegd van, joh, dat bonden van ouders bij elkaar, verschrikkelijk. We hebben al genoeg met ons eigen ding. Maar wij vinden die ouders allemaal supergezellig. Ja, ik vind het ook wel gezellig. Dus dat maakt... Nou, oh, ik hoor echt niet mezelf. Ik hoor echt jouw familie. Nee, maar dat heb jij toch nooit kunnen denken toen jij uit Oldenzaal vertrok? Of uit Losser of het Glanenbrug, dat je dit zou zeggen? Nee. Sterker niet, een half jaar geleden niet. Maar goed, we zijn op de goede weg. Ik denk... dat bijna alle ouders, afgezien van de Twentse ouders... want we zitten 5 Twentse kinderen zeg maar, bij ons in de klas... dus dat vind ik al heel leuk natuurlijk... dat er heel veel op het koor hebben gezeten. In het koor? Op het koor? Op bij het koor. Bij het koor. Op het koor. Ik ben nu in één keer dyslectisch. Snap je wat ik bedoel? Heb ik wel eens met dyslectie te maken? Nee, maar ik bedoel, dat heb ik ook wel eens. Dat ik dan weet ik even niet meer, is het nou op het bij het koor? Nou, maakt ook niet uit. Oké. Okay. Wat in ieder geval voor mij het belangrijkste is... Ja. En dat meen ik echt serieus... Ik denk dat het superleuk is om je kind de deur uit te trappen op een 18e. Gewoon, ga de wereld verkennen als het kan. Jawel. En dan gaan ze in een intreeweek, een introductieweek... Ja. Kan je gewoon eens rustig gaan kijken wat je leuk vindt. Nee, dat is niet waar, Jaap. Is niet waar, want je moet je al voor die tijd inschrijven. Nee, dat is niet waar. Wel, hoorde ik van Amber. Is niet waar. Je kan ook gewoon bij de introductieweek inschrijven. Is niet waar. Nou, en dan ga je kijken, leuke. Als je dan denkt, het past niet bij mij... Hey, snap ik ook heel goed, want het past ook, dat verenigingsleven past ook bij heel maar veel mensen. Maar vind jij niet. Dat past bij onze kinderen? Tot nu. Dat weet ik nu nog niet. Weet ik maar niet. Waar denk je? Ja, ik denk als ze een beetje op ons lijken. Ik denk dat jij het namelijk eigenlijk best leuk had gevonden. Als het, dat denk nee, ik. Hoor, die het koor niet, elke wel, dinsdag, donderdag, weet ik veel. Heb ik ook niet gedaan. Dus geen bier? Heb ik ook. Ja, ik eigenlijk ook niet. Dus dat maakt helemaal niet uit. Ach, jij bestelt nu alleen maar 0,0'tjes. Hé, hey, ik moet nog wel een beetje tof blijven. Hè? Hallo, je zit net helemaal je korfbal, dingen te zeggen. Zouden we onder ons houden? Nu ben ik niet meer geloofwaardig. Oh, nou, het zou wel. Nee, maar ik vind het leuk als je gewoon ontdekt, dat kijkt, maar in ieder geval niet dat meteen afschrijven. En ik vind dat onze kinderen, als ze uiteindelijk... Ja, het gaat me wel pijn doen als ze naar een knorrenvereniging gaan. Waarom gaat het pijn? Ja, zijn het dan de zulletjes? Ja, tuurlijk! Waarom? Ja, dat is gewoon zit niet bij hockey? Nee, dat is wetenschappelijk bewezen. Trouwens, jij staat ook niet bij hockey. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is niet... Wetenschappelijk bewezen. Nee, ik ben heel blij dat Muk in elk geval ook lid is van... De voetbalvereniging in Twente. In dat is ook wel. Nou, maar ik ben er ook blij mee. Want luister, ik doe nu wel. Ik heb op een. Niet een voetbalvereniging. School, trouwens. Op alle scholen gezeten. Basisschool, middelbare school. Super gemengde mensen van alle pluimages. Hoe bedoel je dit? Dus als je bij de voetbal zit in Twente, dan is dit een andere pluimage? Dus ik zeg dus ook juist, ik vind dat heel goed. Dus het is heel leuk dat hij ook op voetbal Je kunt je niet meer uitlullen, hoor. Nee, ik kom uit Terwolde, uit een boerendorp. Ik speelde elke dag met de Ja, maar de jij staat niet in Terwolde op school. Nee, maar dat is... Nee, maar ik vind het wel goed dat hij een beetje van alle... En ook het boerenleven een beetje bij mijn ouders op de boerderij een beetje meekrijgt. Het is nog te vroeg, maar ik vind... Ja. Jij bent er nu, ik merk wel... Nee, ik sta er iets het college open. Van me gehad. En ik denk dat ook... Ja, maar het is nu blijven hangen. Want ik elke keer als ik iets hoor, ging me zo snel, was ik weer afgeleid. En nu heb ik het echt gehoord. En in Jappianeke taal, dank. Ja, het is gewoon carnaval, maar dan het koor. Van carnaval weet Jan alles. Ja, Jan Riezenwijk, daar gaan we nu naartoe. En is hij niet ooit prins carnaval geweest? Jazeker. Maar ik vraag me dus af of hij... Ik heb het nog niet gehoord wat hij nu van Ik wil wel vindt. Wat over het koor horen. Dat lijkt me wel lachen. Of hij daar iets over te zeggen heeft. Oh. Nou, hier is het. Kim en Jaap. Eigenlijk een modern sprookje. Een Oscar-waardig Romeo en Julia 2.0. De love story anno nu van het lieftallige, bescheiden Twentse dorpsmeisje die trouwt met artsenzoon Kakker Jaap. En het werkt ook nog. Een prachtig gezinnend resultaat. Vroeger ondenkbaar. Er werd getrouwd in eigen stand, in eigen afkomst of geloof. Maar die tijd is gelukkig geweest. Kim heeft ondertussen ook verstand van lichamen. En Jaap kan zingen met Twents accent. Dus mijn oma zaliger had wederom gelijk. Want zij zei altijd al, hoog of laag of arm of rijk, in blote kont zijn we allemaal gelijk. Nolle, dit was het weer. Tot de volgende keer. Aju. Hij heeft gelijk. Ja, het is zo'n held. Soms heb je dit toch even nodig, Jaap. Zo'n wijze man uit het oosten. Die gewoon even heel normaal. Zijn we allemaal gelijk. Nou, maar hij zegt ook, en dat vind ik wel leuk, dat het hij vindt het ook een goede beweging. Je gaat niet meer. Je kan kruisbestuiving. Je kan van alle...
Nou, als je dat nu nou zegt, dan bedoel jij meer van... Oké, jouw kant, er komt nu, wordt nu iets beter gemaakt. Nee, want ik leer toch ook superveel van jouw kant. Wat dan? Nou, ik weet het niet. Kim, tot de volgende. Doei. Adieu.